Dames en heren. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hebben weer een dag van de Groninger geschiedenis. Wat een opkomst. Vroeger begonnen we om 11 uur. We hadden een hele dag en er was dus soep en mosterdsoep en broodjes en van alles was het hier. Nu hebben we gekozen voor een middag. We moeten weer op gang komen. En een middag rondom één thema. En dat thema is het jaar 1672. Dag Egger Knol. Dat is, moet u straks heen gaan als u de kans krijgt. Dat is interessant. Wij sluiten aan bij het landelijk thema. En het landelijk thema is: wat een ramp. Nou, daar kunnen ze zich natuurlijk van alles bij voorstellen. Maar voor ons was dat eigenlijk direct één thema. 1672, 350 jaar geleden. Het beleg van Groningen door de Münsterse bisschop Bernhard van Galen. Iedereen kent dat natuurlijk. Iedereen in Staten Ommeland weet waar het over gaat. Bomberend feest, kermis, paarden. Dat is toch een van de hoogtijdagen van de stad Groningen. We hebben in 4 uur tijd een druk programma. Volgens mij een heel mooi programma. Met lezingen, workshops en rondleidingen. Wilt u nog intekenen? Ik weet niet of het nog kan, dan kunt u zich vervoegen met Marit. Die staat bij de deur aan die tafel. Ik heb begrepen dat alles nu ongeveer wel dicht komt te zitten. Er zijn ook 4 rondleidingen in het Groningen Museum. Die zijn al lang uitverkocht. Nou, dat stelt niet zoveel voor. Het zijn maar 12 mensen per rondleiding. Maar we hebben fantastische rondleiders. En dat is echt nog van de werf. En Hadi Romein is absoluut de kenner van de kaart die hij u daar zal tonen in het Groningen Museum. Die kaart, de kaart van Tiedeman, 1672, die hangt daar ook aan de muur. Als u die kaart nu goed bekijkt, dan denkt u van nou, het is een origineel. Nee, het is een foto. Maar bekijk die kaart eens goed. Dat is de terugtocht van de bisschop weer naar het zuiden. Zelfs zijn koetsje staat er ergens op getekend. Het is kwalitatief niet meer zo'n geweldige goede kaart, maar we hebben hem nu helemaal veilig gesteld. Het origineel zal niemand de eerste 50 jaar meer zien, denk ik. Dus deze wel. En u kunt daar ook op een apparaat, hoe heet zo'n ding? Dat was een naam voor. Touchscreen. Kunt u ook alle details van de kaart even bij langs gaan. Goed, we hebben dus een strak schema. En het wordt een stevig heen en weer lopen tussen de verschillende locaties. We hebben 3 locaties. We hebben de Jultsingazaal, die zit daar, makkelijk, direct daarachter. De Protzaal, die zit aan het eind van de studiezaal, helemaal links in de hoek. En de Rabenhauptzaal, en die zit boven. De 4e trap naar boven, zo zeg ik het goed, denk ik, hè? Dan moet je die kant op, 4e trap naar boven. Volg gewoon het witte notenpijt op de vloer. En dan komt u uit bij de Rabenhauptzaal. U zult misschien wel zeggen van waarom is er geen Van Galenzaal? Nou, die man die hoort hier niet. Dus die is destijds weggestuurd. Dit zijn 3 verdedigers van Groningen geweest. Trouwens, deze plek is ook wel interessant. We hadden het er gisteren even over of dit nou ook een plek is geweest waar de troepen van Raad van Galen hebben gestaan. Hadden je dacht van niet, hè? Nee, die kaart. Je geeft het ook al aan. Hoogwaarschijnlijk was dit een onderlopen gebied, bewaterd gebied door de stad. Hebben ze dat onder laten lopen om die troepen veel meer te dwingen om via een bepaalde route richting de stad te trekken. Dus de meeste activiteiten vonden zo rond de Herenweg plaats. Dus niks, water waar u nu staat in 1672. De dag die heet, er staat een bisschop voor de stad. En dat hebben we niet van onszelf. We hebben daar bij Leentje Buur gespeeld, bij de toneelgroep Waak. Want die sluiten de middag af met een pre-voorstelling, zo heet dat geloof ik.
nog voor de première heb je nog een test. En dat is dan try-out. Ja, dat zou ik. Ja, nou, oké. Vanmiddag een try-out. Half vijf, een try-out van de toneelgroep Waak. En hun stuk, natuurlijk altijd Groningen stuk, Groningstalige stukken van Waak, heet Stuyt-Bisschopfenstaat. Dit is vanmiddag het centrale punt waar iedereen elkaar tegenkomt. We hebben eigenlijk maar twee stiltemomenten. Dat is nu. Niet zozeer voor mij, maar vooral straks voor de lezing van Luc Panhuizen. Eind van de middag hebben we dan ook het tweede stiltemoment. En dat is als Waak hier op dit toneel optreedt. Voor de rest is het een gezellige boel. Tijdens de garderobe, moest ik ook zeggen. Ook links en dan weer links. Daar kunt u ook drinken, marsen en twixen en nutsen krijgen volgens mij. Daar is, kijk, nou dat doet dit jaar niet mee. En daar begint de eerste zaal. Nou, ik hoop dat u een hele leuke, leerzame en leuke, gezellige dag heeft. Voordat ik Luc vraag om zijn verhaal te beginnen, even iets over Luc Panhuizen. Hij staat hier. Hij is de schrijver van het standaardwerk 1672. Even laten zien. Dit is het boek 1672, volgens mij het standaardwerk in Nederland over dat jaar. Dat boek is ook te verkrijgen aan onze balie. Zegt u? Ja! Dit is 1672, kunt u daar verkrijgen. Maar hij heeft ook een nieuw boek geschreven. En dat is het Monsterschip over Maartentromp in de Vouwer. Dat is zijn nieuwste boek, kunt u hier opkrijgen. Dat is het Monsterschip en dat gaat over Maartentromp en de Armada van 1639. Goed, mocht u toch bij de boeken gaan kijken, kijkt u dan ook even naar dit boek. Dat is jouw boek. Dit is ons boek. Dit is ons boek, het heet Ons Archief. Mooie ouderwetse titel. En het is eigenlijk de belevenis van verschillende mensen in de Groninger archieven. Het zijn verhalen over de Groninger archieven. Het ziet er prachtig uit, u kunt het ook. Koffieboektafel. Kunt u het wegleggen thuis. Dicht naast de boeken van Luc. Nou, ik ben helemaal klaar. Ik geef graag het woord aan Luc Panhuizen. Dank je wel. Trouwens, fantastisch om hier te zijn. Ik heb in Groningen gestudeerd. En in de jaren 80 geschiedenis. En nog altijd als ik in Groningen kom, dan kijk ik naar leeftijdsgenoten in de hoop dat er nog wat klasgenoten tussen zitten. Maar ik ben zelf nogal veranderd en ik vrees mijn klasgenoten ook. Dus we lopen elkaar gewoon niet herkennend voorbij. Maar goed, geweldig om hier te zijn. Geweldig ook dat ik allemaal door de regen ben gekomen. Ik zelf was met een afstandje van 200 meter al behoorlijk nat geregend. Terwijl in Zwolle, waar ik woon, het zonnetje scheen. Nou, rampjaar 1672. Ik ga u meenemen naar enerzijds het globale verhaal over het rampjaar. En een ramp klinkt zo zwaar, ook al horen we de laatste tijd het woord eigenlijk heel vaak in het nieuws voorbij komen. En de ene ramp is nog niet voorbij of de volgende dient zich alweer aan. Rampjaar 1672 was zonder meer een ramp, maar je hebt een enorm verschil waar je zat als deze rampspoed jou trof. Aan welke kant van de waterlinie zat je? Woonde je toevallig in Groningen? En in Groningen op het platteland of in de stad. Of woon je in Overijssel. En daar is ook het verschil tussen stad en platteland weer cruciaal. Zoals sowieso tijdens oorlogen in vroegmoderne tijd. Platteland, de boeren waren altijd veel zwaarder getroffen door oorlog dan stedelijke bevolking. Ik ga u in dit verhaal meenemen naar verschillende locaties tijdens het rampjaar, om te laten zien hoe rijk geschakeerd eigenlijk het begrip rampjaar was. En als u hoopt dat ik u meeneem een heel uur lang naar het beleg van Groningen,
en het ontzet, dan moet ik u zwaar teleurstellen. Want Groningen is van alle bezette provincies er het mooist van afgekomen. Dus Groningen gaat heel licht in dit verhaal voorbij komen als een contrast met het echte rampjaar. Goed, u kunt nog weg als u wilt. Overijssel, waar ik zelf vandaan kom, is het zwaarst getroffen. Daar zal ook ligt het zwaartepunt van mijn lezing gaan volgen, maar niet alleen. Ik neem u ook mee naar de globale gebeurtenissen, want het rampjaar trof ook de hele Republiek. En de provincies, die zeven gewesten, waren toen al behoorlijk op elkaar aangewezen. Voor de overleving moesten de provincies elkaar helpen. En een deel van de ramp van het rampjaar was dat die samenwerking juist ineens startte. Zoals dat gebeurt als iedereen in paniek is en er een uitzonderlijke situatie plaatsvindt. Goed, hier ziet u een detail uit een pamflet uit het jaar 1673. De tekenaar is Romein de Hoge, een verschrikkelijke productieve tekenaar, ook een beetje slordige tekenaar soms. Maar wat u hier ziet is de Nederlandse stedenmaagd die op de knieën is neergezonken. Nou, u ziet dat zij tot de hemel bidt en om smartelijk om bijstand smeekt. Hier is armoede, u ziet het hier staan. Hier is neringloosheid, oftewel werkeloosheid. En dat is nog wel, ja, nou, dat is een rampjaar light. Want wat we hier op de achtergrond zien, het dorp wat in de fik staat, hier op de achtergrond, verder op de achtergrond, het schip van staat, dat schip de breuk aan het lijden is. Dat is de werkelijke ramp. Daar het geloof wat in elkaar stort en de stedenmaagd, die is wanhopig. Zoals we zullen zien, heeft het rampjaar eigenlijk maar 17 maanden geduurd op zijn kortst en bijna 2 jaar op zijn langst. Het feit dat wij nog steeds van rampjaar kunnen spreken, bewijst eigenlijk al dat we er behoorlijk goed uit tevoorschijn zijn gekomen. Twee keer per maand of drie keer per maand. Ik ben van plan om u wat te vertellen over de viering van 28 augustus. Het ligt mij voor op de lippen om uitvoerig in te gaan op de vorige spreker beneden. Die dacht dat het hier allemaal heel rustig was, terwijl Overijssel geplunderd werd. Dat is alles behalve waar. Dat kunt u allemaal zien op een grote tentoonstelling in het Groningen Museum. Dat gaat over het Groningen ontzet, waarbij Groningen al vroeg in het seizoen een eveneens goede generaal uit Duitsland had gehaald, Karel Rabenhaupt. En die kreeg ook alle steun van de regering van de provincie en stad Groningen, waardoor hij zeer kordaat en doortastend optrad, een groot deel van de provincie onder water zette, alles tussen Delfzijl en de stad, om de stad heen en dan door tot Zoutkamp. En alle bomen en alles werd weggehakt tussen de stad en Helpman. Alle mensen die daar tuinen, buitenhuisjes, het ging allemaal op de schroothoop. Rabenhaupt, hier geportretteerd met lauwerkrans rond zijn helm, die heeft de stad heel grondig verdedigd, heeft bovendien ervoor gezorgd dat in de maanden na 28 augustus ook begonnen is met de herovering van het veroverde deel van Groningen en Drenthe. De grensforten zijn door hem terugveroverd en hij heeft met hulp van Van Tijnen, die hem geadviseerd heeft, hebben ze op 30 december in de nacht een overval gedaan op Coevorden. En daarmee was Groningen weer op slot, want de kaartjes beneden lieten niet zien hoezeer Groningen als het ware toegankelijk was als je Coevorden in handen had. Maar goed, dat is allemaal geschiedenis. Er is dus ook weer van alles gebeurd, ook weer paardenspul, ook weer die paardenkeuring die al sinds 1857 of zo begint de paardenkeuring en die is er nog steeds. De enige plek waar dergelijke paardenkeuring plaatsvindt.
En natuurlijk eindigde ook dat feest weer met een groot en meeslepend vuurwerk. Waarvan u hier een eigen foto van mij ziet. Als bewijs dat ik daar ook aanschouwd heb. En zo heb ik u in een reuzenmijl blazen. Toch in 25 minuten 350 jaar besproken. Dus als u nog vragen heeft, mag u die van mij gerust stellen. Ja, we zitten vol. En daar ben ik heel erg blij mee. Dat ook de lege plekken opgevuld konden worden. Ja, we wilden vandaag natuurlijk meer gaan vertellen over het leven in de 17e eeuw. En voornamelijk in het rampjaar van 1672. En voor mij was dat een heel leuke kans om weer me extra te verdiepen in mijn favoriete onderwerp, namelijk geneeskunde in de geschiedenis en in dit geval dus in de 17e eeuw. Het kwam overal voor, van de keukentafel tot aan het slagveld. Ja, en dat ga ik vandaag met jullie bespreken. In deze lezing gaan we het hebben over kruidenleer en huistuin- en keukengeneeskunde, artsen en chirurgijns. Vergeef me als ik soms chirurgijnen zeg, want ik vind het meervoud chirurgijns zo onlogisch klinken. Maar... nou. De geneeskunde was in de 17e eeuw heel anders dan nu. De hele basis van de kennis was anders dan nu. En daarom is het goed dat ik even begin bij de basis. En dat is de leer van Galenus. De leer van Galenus werd bedacht door Claudius Galenus. Die leefde in de 2e eeuw na Christus. En die had veel van zijn werk gebaseerd op Hippocrates. Maar ging er nog wat op verder. En hij creëerde een leer die gebaseerd was op vier lichaamsvloeistoffen. Dus vier lichaamszappen. Hier, een levenselixer. Nou, dan moet je kaneel voor hebben, foelie, saffraan, oranges. Sinaasappels hebben we ervoor nodig. Citroenschillen, en zo verder. En dan staat erbij wat je ermee moet doen. Vaak moet je het heel lang op een vuurtje zetten en vervolgens voornamelijk bij de wassende maan of zo op je hoofd doen. Maar dit zijn natuurlijk wel de heel wel-to-do families die dit soort dingen zich kunnen veroorloven. Ja, dit zijn geen standaard recepten. Nee, dat geldt voor die boeken ook. Je maakt mij niet wijs dat de doorsnee Nederlandse vrouw zo'n boek in huis had. Nee, het was echt de vrouwen die dus een huishouden moesten onderhouden. Dus de borgenvrouwen. Ja. De normale burgers hadden wat meer gewone kennis in haar hoofd hebben gehad. Zo, goedemiddag. Ik ben Theo Doornkamp. Ik ben secretaris van de NGV afdeling Groningen. NGV is de Nederlandse Vereniging van Genealogie. Oftewel de mensen die het leuk vinden om hun familie aan te kluizen, stamboom op te stellen. Ik vertel wat vandaag over, want ik kreeg de vraag van 1672, 17 eeuw. Zijn er dan nog gegevens te vinden van je voorouders? Voogden werden aangesteld bij hertrouwen van een langslevende partner. Terwijl ik zal dat even proberen scherper te formuleren. Twee mensen gaan trouwen, krijgen kinderen. Eén van gaat dood en de ander wil hertrouwen. En eigenlijk is dat vrij algemeen is dat praktijk. Dat een man alleen met drie kinderen, dat, wat moet je? En een vrouw alleen met drie kinderen is hetzelfde, hè? Wat moet je? Wie zorgt er voor het geld? En bij de man, wie zorgt er voor de kinderen? Daar hebben we stukken van. Ik zal deze ook rond laten gaan, dat is ook wel grappig om een keer te zien. Hoe ging dat? Er zijn rechtdagen die georganiseerd worden. De rechter gaat ervoor zitten, vaak met z'n drie. Er komen mensen langs die hun grieven tegen een ander kenbaar maken en willen dat de rechter daarvoor een uitspraak doet.
is het nu nog donker. En er gaat nu het licht aan ongeveer. Ik heb vannacht gewoon oog dicht doen. Stel die vuur. 20 man op komer. Ik wil weer onder hoes. Het is bij ons in helemaal jan nog veilig. Die bombeer die komt over de Heerenberg met die soldaten. Alsof die wel veilig is. Bombeer die het koevoer al in om. En wees toch wat er met burgers doorgebeurd is? Als ze donder vermoord, verkracht of soms nog slimmer. Maar hij heeft boetsaar en hij in om. En grun krijgt hij ook niet. Ik blijf hier niet. En ik blijf hier wel. En waarom dit wel? Dit grun is van grun. En ook in elke nacht met zijn poot van overblijf. Hoppen hier. Dit is mijn stad. Wie woont hier al night? Als die opkiek van Twergel klein is, dan wie met die niet zonen. Hij vertelt ons of middag is, of om. Dat vertelt Sur ons ook. Of als mocht hij zegt, eet stiet. Maar ik kom hier toch met mijn spul naar markt. Mijn klanten zitten hier. En ik zal hier mijn kameraden. Om te zoeken in Krauw. Nee, om over prijzen te proberen. En over het weer. Mem, het oosten. Loop hier. Wees toen nou maar blij dat ik zo'n goeie klant in die kraal ben. Anders aan we op stroot slopen nou. Dan haar ik te meer nacht haal nacht wakker leen. Van al dat boeren en scheten en al dat mest in dat hele kleine lutje kommetje. Nou, wie vindt wel wat beters? Ja. Piet Sammo, in Armentiel. Nee, die blijf hier in de stad, want ik wil weten wat er in Helpman gebeurt. Toen ben we van Doorn vlucht. Ja, maar ik heb al ons geld op begroot, maar ze toes. Doe hest, wat? Ja, het is een stadje aan mijn vader, Jan, met veel geld rond te lopen. Toen opstaans houdt zich met de knip te rammel. Ja, dat is een beetje mijn erachter of te laat. Een beetje muntgeld in op krediet in kring. Ja, ze is niks als groot in knoop. Nee hoor, dat geld echt door goud. Waar is dat geld dan? In toe. Ja, onder appelboom. En wat is ze nou groen gewoon? Wat moeten ze nou te groen bij ons in zon? Jij nu komt om te vechten. Nou, dan wordt bij ons in zon te groen. Nee hoor, dat geld ligt door goud. Nou, als het geld door goud ligt, dan kan wie gerust naar Armentiel. Zegt het voort. Bombeerend is een helpman aankomen. Hij heeft een kamp opgeslagen met een volk van tenten en duizenden manschappen. In Helpman? Ja, in Helpman. Poorten van stad zitten op slot. Niemand komt er maar in of eruit. Zonder permissie van onze weledele bevelvoerder... Meneer luitenant, generaal Karel van Ravenhoop. Eén ieder die zich onttrekt aan dit bevel, wacht de straffe des doods. Zegt het voort. Bombeer is een held, man. Dat is je oude noos. Wel dan, lijkman. Want van meug, in alle vrouwten, ben ons man er heen reed, en heb alle hoezen, boet voort. Meer hond en platbrand. Ach, bom een beetje geen stap zet, of ben je helemaal met snetje? Zie hem helpman, platbrand. Het is mijn stad, zegt de ding. Stad het ons hoes in aanslept. Stond appelboom er nog? Wij zullen zo wel omhouden onder oorlogstuur van de moord. Ik moet naar hoes nou. Die helemaal geen hoes meer. Nog wel een appelboom. Voor een paar appels zal ik nu naar helpman lopen. Hier, was kiek wat scheer appels. Van het noorden af komt alles gewoon stad in. Een schip moet Zoltkamp voren gewoon. Er is gebrek aan niks in stad. Loop naar Zoltkamp gewoon. Oei met je. Zoltkamp. Doe maar stop bij best bij ons. Blijf nou gewoon lekker in stad. Hier. Er is een appel. Een eerlijksbel zoals een heul in de gouden joelen. En ga ik op schrabberij. Over een mond is daar bommen beet gewoon weer overreist. Met steer tussen wijn. Ik heb Duinstof Bolwaak, die hele poort. Maar eerst nu wicht je nog even zijn. Eet ze lekker. Ik wil weer onder hoes. Ja, en ik ook. Mijn pa is erachter kom. Dat is toch Roms best. Hij heeft u het schoolkerk komen zijn. Oh, zo Rooms ben ik nooit. Mijn pa zegt dat Rooms een die Münster bisschop erin laten zelden. Ik ben mijn garnizoen. Ik vecht voor Grun. Ja,
En dat vindt hij je slim verdacht. Hij is baan. Dat is toen misschien wel een spion bist. Maar doe kies me toch. Mijn pa en andere regenten binnen van overtuigd dat de Romse Martinikerk erom wil. En doorvuur staat uitleveren wil. Maar Romse ben ook grunnigers. Maar ze ben al bezig hun dure spullen op te slaan in schoolkerk. Om reden dat bisschop die spaan zou. Als ze stad inneemt. Bisschop neemt stad naar je. En boet dus. Er ben ook zat protestant, maar wat geen handje klap met bisschop dan wil. Om zo een homo veilig te krijgen. Ja. Buurvrouw klacht ook al. Dat zou je geen downies, ja. En dan hoor wat vechten ook niks helpt. Laat die pa maar eens kijken komen. Op het bolwerk. Ik ken een zijn wat Roomse soldaat wat dan ook maar kent. Laat me dan eerst maar een zijn wat of een Roomse soldaat naar dat maar kent. Toen is toch van Bolwaard wie hier een poort? En toen is hij vet met zoveel zorgen om zijn appelboom. Ja, hij zegt niks van dat mogelijk is om via Bolwaard stad te komen. Dan nog steeds dan de zo in de huis. Ja, maar allemaal de boezak halve zich dan nog helpt maar te sloepen. Dat lukt hij nooit. Ze hebben loopgrom. Dat door een stad staat. Loopgrom? Dan schijnt niet zoveel de kop. Van hoe helpt man? Ja. Die halfballen bisschop is groen gewoon. Ja. Houd door. Anderhalve meter, zeker? Anderhalf meter? Ja. Ik moet naar Helpman. En wat moet je in Helpman? Niks. Niks. Maar ik moet er wel in. Wat zo ik dan? Het is nogal vreemd om een vijand op visite te gaan. Hoe was het nou? Ze ben wat gewoon gewoon. Wel. Bisschop, ik moet erin. Is die Helpman je kop schoon? Ik heb bootje geregeld voor Armentiel. Dat kan je nooit, waarin helpt man, doorlicht ons. Doorlicht ons. Kom, die man neemt broer. Wat is dat voor nu? Toentje dus. Goed, helpt man. Toentje dus. Kom. Juffrouw, Joepa komt eraan. Vond, half acht. Kijk even. Ga je sproken van? Ik wou geen adem meer. Vanzelf wel, zoiets dus Anna. Anna, de kost me niet betrekken de binnen van deze zware team. Mok niet, geen zuin. Meneer, meneer. Als mijn meneer je met je baan in zo'n zit, is nooit de beste. Fuck wezen. Van ons. Ja? Ja? We gaan je smoken. Zo, ik doe het. Hes doe, pa vertelt dat hij Rooms was. Wat? Ik wist alles niet. Als had ik niet vandoor dat metwaakt. Maar als het een poeps is, dan mag je hem allemaal aan kaart schoen. Juffrouw, ik weet, je is avonds mooi. Maar schoonheid van geit. En kerels hebben niet dezelfde merokers als vrouwen om dat te verbagen. Doe het jou inmiddels genoeg. Daar moet ze wel wat bij zijn. Ik wil hom. Een gooien ander. Het kan me niet schelen dat hij Roms is. Al moest het door de paus van Rome om in deuken te lopen. Hol op over paus met een bisschop voor stad. Schaam jongen, spaal je de bek. Schaamde over paus en dood even daarvoor van dank bisschop van Münster. Goed gesproken, vrouw. Dat is de geest die nodig is voor de verdediging van de stad. Meneer van Ravenhout. Vrouw, kom toch overeind. Bisschopdaad, geen keizer of keurvorst. Hoe is uw naam? Zij is mijn voedselster. Een dappere vrouw om zich zo dicht onder het bolwerk te wagen. En net zo'n dochter. Vroeg me of het zou de zoggebied bolwaaien. Wie wil hem wijden? Of het woorwaars? Dat loopt grond tot aan stad zou leiden. Ik had toch dat komt ze eer van vriend als van vijand. Nou, de stad is veilig, dames. Ze wordt verdedigd door uitstekende soldaten. Dat wijde meneer Van der Ramhout. Waar was u dat? Om reden dat meneer Van der Ramhout dat zegt. En ik loop om. Op zijn woord. Een schrander kind. Klingen, daar mag je trots op wezen. Wie dit een beetje te. Hou je het ook aan met zo'n pa? Maar net niet roos genoeg om te wijten dat ze niks te zuiden heeft. Daar heeft jouw vader wel een punt. Het is voor jonge dames niet verstandig om zich te wagen ten zuiden van de visbar. Zeker niet nu wij bepalen welke huizen er worden gesloopt. Goh, zo'n woensensleuk! Ja, ten zuiden van de stad. En we zitten alles onder water. Huh? Het is stilte voor de storm, want straks dan breekt de helm los. Klingen. We gaan. Werk aan de winkel.
Maar als ze hoezen sleutel gewoon, dan kringen er nog meer vluchters bij. Eerst aan Lu van Halen en Helman. Oh, dan hadden er allemaal stadjes erbij. En dan hebben jullie nog, die raalig met poeps en praat over paus. Dat ik dan op mijn leeftijd, hè, om nog met mokmout. Zo is toch niet zo. Weer eens wat aans, als tegenin. Tromgeroffel en trompetten, het getrappel van een peet. Kanon wordt schoor beloren, kerels lopen rond met zweet. Maar de jeugd daar denkt aan live dagen, fluister zure proot. En zij het ja niks met oorlog, live de is weer de moord. Oorlog uit de deur, de lijfde. De lijfde, ook in oorlog, gaat de lijfde altijd deur. Doezen, bommen en grenoten, zwoven, vuur en vlammend zweet. Maar de jeugd blijft onbekommerd, kom remzen en om het leed. Denk al in een laag, aan twee lippen en een lach. Haal twee aan, zet op twee pijnen en maar eigenlijk snijd maag. Oorlog gaat de deur. De liefde, ook in oorlog, gaat de liefde altijd deur. Zelfs in de oorlog gaat dat deur. De liefde, ook in oorlog, gaat de liefde altijd deur. Liefde geeft het leven. Oorlog brengt de dood, wilde leven dat wordt geen. Halen velden kleuren rood. Wat mouw de lijfde met de oorlog, mouw de lijfde met een zweet. Zijn de lijfde is de oorlog, al dat vechten ja nooit weer. Oorlog gaat dat deur, de lijfde, ook in oorlog gaat de lijfde altijd deur. Zelfs in de oorlog gaat dat deur. De liefde, ook in oorlog gaat de liefde altijd deur. Toch gaat de liefde altijd deur. Einde. Dit was het, was het einde. Ja. Feestzinnig en een liedje. Oké, toneelgroep Waak, bedankt. En we gaan straks eens kijken als we het hele stuk kunnen zien. We hebben voor jullie een bosje, klein bosje bloemen meegenomen voor de spelers. We hebben wel genoeg volgens mij. Wanneer is de uitvoering? Lukt allemaal. Oh ja, wanneer is de uitvoering, wordt hier gevraagd. Over 2 weken première in de Der A-theater. Dat is bij de A-kerk. Ja. Goed, nou, iedereen heel erg bedankt voor jullie komst. Het was weer bijna een dag van de Groninger geschiedenis als vanouds. En wie weet zien we jullie weer terug op dezelfde soort bijeenkomst. Bedankt en tot de volgende keer.